En president Chandrika Prasad Santokhi heeft een exemplaar van het boek Hindoestaanse contractarbeiders in woord en beeld in ontvangst genomen. Het boek is geschreven door professor Chandersen Eugène Chuni en is donderdag door zijn onderzoeksassistent Rehana Aliamat Lal Mahomet overhandigd aan het staatshoofd. Chuni heeft dit boek geschreven als eerbetoon aan de Hindoestaanse vrouwen die in de tijd van de contractarbeiders keihard hebben gewerkt om voor de kinderen te zorgen en toch hun culturele identiteit hebben behouden. En, het is een stukje geschiedenis waarvan ik zeg, het is goed om te weten dat deze vrouwen werkelijk leidend zijn geweest en staan voor alles en alle trotse jonge moeders, de generatie die wij nu zijn. Het boek is overhandigd aan de president. Waarom vond de professor het heel belangrijk om dit boek, een exemplaar, te overhandigen aan de president? Het is een eerbetoon. Het is een eerbetoon aan de groep vrouwen die wij mogen dragen, die wij trots mogen noemen. En ja, dan is het ook heel gewoon dat je die waardering toespreekt en bespreekt met de hoogste persoon in het land. Het is echt een ode aan moeders en ik denk dat, dat het geweldig is dat het ook gewoon met de president besproken kan worden en dat daar een exemplaar begint. Het staatshoofd was vereerd dat hij een exemplaar van het boek mocht ontvangen en vindt het fijn dat een stuk geschiedenis door Surinamers zelf is vastgelegd.